Beste kijkers, welkom bij de tweede aflevering van uh, De Andere Tafel. Een uh, co-productie tussen uh, Café Weltsmets en De Andere Krant. De enige krant op papier in Nederland uh, waar nog serieuze vrije journalistiek uh, bedreven wordt. Iedere week uh, brengt uh, De Andere Krant uh, een selectie van de grote en de kleine gebeurtenissen. Uh, die soms zo bizar zijn dat je de neiging krijgt om in lachen uit te barsten. Als het tenminste allemaal niet zo ernstig was geweest. Uh, zo lezen we bijvoorbeeld deze week in de rubriek Schijnwerpers dat actrice Carice van Houten, wie kent haar niet, uh, net zoals uh, veel Nederlandse sterren van wie het licht een beetje aan het dimmen is, goede sier probeert te maken uh, door zich te presenteren als klimaatactivist. En zich zo weer een beetje in de kijker probeert te werken, lijkt het op. Uh, ze plaatst een video van zichzelf op uh, Twitter, X heet dat tegenwoordig wil in zijn grote krokodillentranen huilt eh om het klimaat. Hier eh, kun je er een klein stukje van zien. If you have nothing to do tomorrow. Go to one of those marches, protests all over the world. Show up. Just show that you care. I know it's doesn't feel like a lot. And we can sign petitions and we can donate money and And post about this, which we should keep doing, because this is not normal. Oh, um, just one more thing: the fact that I'm crying—I cry a lot about this—and it that shouldn't be weird. <laughs> so, um, don't worry about me; I'm fine. My mental health is okay. Uh, I think it's weirder if it doesn't affect you. What we're seeing now. Dus ik denk dat mensen zo bang zijn voor emoties en voelen emotions. en ik denk dat ze ze gewoon laten Ja, het is nu ook meteen duidelijk waarom de acteercarrière van Caris een beetje in slop zit en in ieder geval gaat deze stenen kromende act <laughs> haar geen, geen, geen Oscar opleveren. Dus ja, kom op Caris, niemand gelooft deze huile balkerij over het weer. Uh, het wordt weer uh, voorjaar, dus mijn advies is: geniet er gewoon een beetje van. Uh, en als je je best doet, kun je je acteercarrière best wel weer uh, nieuw leven inblazen. Maar dit soort opzichtige helbuien ga je daar niet bij helpen. Vandaag de gast aan de andere tafel. Jan Benning, uh, schrijver, uh, dichter. Uh, columnist ja. ook, vooral de andere kant. Uh, voormalig reclameman. Ja. Uh, en uh, welkom Jan. Dank je wel. Natuurlijk onze hoofdredacteur. Uh, ja, ik moest ja. ook een keer komen, hè? Onze hoofdredacteur Karel Bekman. Jij ja. uh, ja, ook, uh, ook welkom. Zeer vereerd dat ik ben uitgenodigd. Ja, ja. nou ja, goed. Uh, je kon erop wachten. <laughs> ja. Dus, uh, hey, maar uh, ja, we gaan dadelijk. Uh, het is een beetje het concept van het programma dat we één artikel eruit lichten. En dat we daar wat dieper op ingaan. Maar. Uh, uh, allereerst wil ik even jullie vragen, wat, wat is jullie opgevallen in, uh, in de andere krant die op dit moment bij de mensen thuis uh, ligt? Uh, Jan, heb je zoiets opgevallen? Nou ja, uh, Caries dus. Ja. Maar ik had dus bij Caries iets van. die heeft het over Gaza. Want ik kan me voorstellen dat je dus enorm in huilen uitbarst. als je ziet wat daar elke dag gebeurt. Maar het ging dus blijkbaar over het weer. Ja, het ging um, Er staat een prachtig stuk in de andere krant over uh, Gaza. Over de, wat ik dan uh, ja, als dichter heel bijzonder vind. De, de, de Flower Massacre. Uh, want ja, je denkt, bij flower denk je direct aan flowers. Dan denk je aan de Flower Revolution en weet ik het allemaal niet. Flower power. Maar in dit geval zijn dus mensen naar, uh, naar trucks toegegaan. Uitgehongerde mensen zijn naar trucks toegejaagd omdat daar eten werd gehaald en daar zijn dus uh, volgens mij 167 mensen ja, zijn, zo, er, zijn er afgeknald. Iets minder, maar. Uh, en ja. sowieso heb ik zoiets van ja, wat daar in Gaza gebeurt. Er staan fantastische dingen in deze krant, maar ik vind gewoon. Ik pak elke gelegenheid die ik kan krijgen om er iets over te zeggen. Die pak ik. Want zeker in my neck of the woods. Kijk, Ashley Ten Broeke die zegt, die schrijft er wel over. En Dolf schrijft er over. En Esma Lala die, die zegt er wel wat over. Maar in my neck of the woods zit iedereen nog steeds te mieren over die, over die, over die uh, 7 oktober. Maar dat is inmiddels bijna een half jaar geleden. En, we zijn, uh, en tienduizenden doden verder? Uh, 15.000 dode kinderen. Ja. 35.000 dode mensen. Uh, dit is zo buiten iedere proportie dat ik iets heb van, ja, van jongens, wake up. Ja. Je, kan, je kan best achter, de, achter het idee, achter het concept Israël staan. En je hoeft heus geen jodenhater te zijn. Maar je moet ook oog hebben voor het feit... dat daar gewoon kinderen worden vermoord en uitgehongerd. Ja, dus uh, ja, je zegt, als er dan iets te huilen valt... huil dan om waarom je zou moeten huilen. Ja, exact. Ja, ja. ja, ja dankjewel. Ja, mooi gezegd. Ja, dankjewel. Ja, als jou iets opgevallen Ja, ik ben het overigens helemaal mee eens... dat voor, volgens mij is, is vrede... Op dit moment het allerbelangrijkste thema waar we het over moeten hebben. We gaan het er ook over um, blijven het ook over hebben in, in de krant. Uh, 31 maart is er een, uh, hopelijk een grote vredesdemonstratie op het museumplein. Hè. Dat gaat uh, George van Houts uh, organiseren. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Dus ik denk dat uh, dit, ik sluit me dan wat dat betreft, helemaal bij uh, Jan aan. We hebben overigens ook, ja, er zijn ook mensen die hun abonnement opzeggen, omdat ze vinden dat wij te kritisch zijn over uh, Israël. Ja, ik, uh, ik, ik heb daar ook. Uh, grote moeite mee, maar we gaan er in ieder geval mee door om er kritisch <laughs> over te zijn. Ja, dat... maar ja, je kunt je afvragen, zijn dat dan wel abonnees die je zou willen hebben? Nou, ja. <laughs> ja. <laughs> ik denk wel. dat, dat, dat uh... ja, nee, maar goed. Maar, laat ik het even over mijn, uh, mijn, mijn uh, item van de week. Uh, we, we openen deze krant met uh, een een verwijzing naar uh, een beroemde film Das Leben der anderen. Hè, van, uh, dat gaat over Oost-Duitsland. En um, ik vind dat vaak worden, als we het hebben over vrijheid en over de wereld waarin we in leven, worden er vergelijkingen getrokken met de nazi-tijd, met Hitler. Ik vind dat altijd een beetje jammer, omdat daar zit toch zoveel meer aan vast. Ja, en dat leidt... Emotie. Ja. De emotie, en dat leidt... Dat, we, hebben geen, we hebben geen holocaust of zo, weet je. Uh, de, dus uh, ik vind eigenlijk de vergelijking met de DDR vind ik veel interessanter ja. uh, als je dus kijkt hoe, uh, hoe het was in Oost-Duitsland en hoe het nu is. Hè, uh, je, je hebt te, te maken met uh, de, de staatspropaganda. Uh, ja, ik kan daar even iets van laten zien. Ik ben uh, vroeger in uh, in de DDR ben ik geweest en ik ik reed daar uh, naar binnen met een bus en wat mij toen verbaasde was de enorme uh, propaganda die op je afkwam, alle posters die daar hingen. En eigenlijk zie je dat nu ook tegenwoordig ook weer terug. Hè? Op, op, hè? Dus, nou ja, nee, maar goed, als je kijkt in de openbare ruimte worden we continu gebombardeerd met boodschappen van de overheid en ook het bedrijfsleven. Want is, dat is ongeveer één geworden nu. En um, mensen hebben dat niet eens meer in de gaten. Wil, hebben wij ooit daarom gevraagd dat de overheid ons constant uh, allerlei uh, boodschappen... Uh, Bombardeert met... De... Ja, dit, dit is het voorbeeldje, hey, Erik aan Annemarie -Anne krijgen morgen de sleutel. Nou, het, het gaat maar door, de, 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 de regenboogvlaggen overal. En um, ik denk dat dat doet iets met mensen en... Uh, ja, ik, het zou mooi zijn als dat een keer zou, zou ophouden. Dat is overigens ja. niet de enige overeenkomst. Hè. Je ziet bij de in, in de DDR bijvoorbeeld de rechtspraak. Hè. De, de onafhankelijke rechtspraak, die wij ook al niet meer ja. hebben, of he, nauwelijks is nog. Um, de propaganda van de staatsmedia. Als je volgt wat er op de N NOS gebeurt, als je kijkt hoe ze over Oekraïne schrijven. Mm -hmm. Eén en al. Hetzelfde. Hè. Uh, en um, de, de boeren en, en het MKB natuurlijk, hè, die, die ook in die tijd geen, uh, geen kans hadden hè, in, in, het, on, in het communisme, dat zie je nu ook weer. Ja, en, en ook wel een beetje de, de houding van mensen. Um, want ik denk dat als je in die tijd in de DDR had geleefd, dat, het, dat blijkt ook wel uit die film, Dat leven der anderen. En, en je bent niet kritisch en je maakt niet altijd het. Maar dan kun je een, een prima leven leiden. Je hebt helemaal, eigenlijk nauwelijks in de gaten dat er sprake is van een dictatuur. Pas als je je gaat uitspreken, dan loop je daar tegen aan. Dan loop je tegen allerlei censuurpraktijken aan. En we hebben nu in deze krant ook een, ja, het is een ontluisterend verhaal hoe het nu in Duitsland gaat al. Hè? Dus. Op het moment al dat je kritische posters ophangt, maar ook op sociale media je kritisch uit, krijg je, je krijgt boetes, je wordt vervolgd. Er zijn nu 450 ambtenaren aangesteld in Duitsland om te speuren op social media naar wat ze dan noemen haatzaaien of ondermijnende activiteiten. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met... Hebben we strijden van de AFD, hè, die, die uh, steeds populairder wordt. Maar dat is wel, ja, het zijn, het, het zijn typisch Oost-Duitse Ja, er uh, zitten veel parallellen. Ja, er ja, zitten die, veel, die, die parallel. veel parallellen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Het enige wat ik er nog wel over zou willen zeggen is dat... volgens mij in Engeland het net zo erg is. Daar je, mm -hmm. ga je ook gewoon voor gaas door uh, opmerkingen over... Uh, ja, die gewoon niet uh, lekker vallen bij, bij het Rijk. En hier zijn ook mensen zoals uh, Huig Plug, uh, Micha Kat. Uh, Dans Alegria, die Willem? Die zijn toch ook, zijn toch ook opgesloten om ja. een mening ja. uiteindelijk? Ja, ja. Nee, absoluut. Dus Hier worden toch ook artsen uit hun vak bijna gezet, omdat ze bepaalde dingen niet wilden voorschrijven. Dus ik heb wel zoiets van. Wij worden nog niet op, op, opgesloten om tweets. Maar ja, het is maar een klein stukje verschil met on, ons omliggende land hoor. Ja. ja, nee, 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 absoluut. Ja, ja. Ik, ik bedoel ook dat de hele situatie waarin ook wij verkeren, niet alleen Duitsland nu. Uh, doet denken aan de DDR. Ja, ja. nou terecht. Meer dan aan, ja. het, uh, aan het fascisme van Hitler. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Het is meer uh, gericht op, uh, op propagandistische manipulatie, zeg maar. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dan, dan komen we eigenlijk een beetje uit bij ons hoofdonderwerp hier. Hè? Want uh, kijk, we hadden het net over mensen die kritiek uh, hebben. Die uh, worden zo langzaamaan uh, vervolgd, althans in Duitsland, dan hier komt dat ja. ook. Uh, een andere manier om ze een kopje kleiner te maken is door ze in discrediet te brengen en dat wordt veelal gedaan door iedereen die, uh, ja, die ook maar het minste een beetje kritiek heeft op het overheidsbeleid of kanttekeningen plaatst bij het door het gezag voorgeschreven, uh, door het gezag voorgeschreven werkelijkheid. Ja. Uh, complotdenker te noemen. Wat zo ongeveer gelijk staat. Uh, of in ieder geval door de media. Uh, ja. gelijkgesteld wordt aan. Uh, ja, mentaal uh, zwakzinnig, krankzinnig. Uh, of dat soort zaken. Ja. En jij, Jan, schreef daar in, uh, in deze editie van de Andere Krant. en ik vond het zelf een heel mooi artikel. Uh, waarin je een heel andere benadering mm -hmm. kiest. Uh, van het begrip. Uh, complottheorie en complotdenken. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk zegt: van nee, het is ons, uh, onze plicht onze morele plicht, in ieder geval voor iedereen die ertoe in staat is om te onderzoeken uh, hoe de uh, uh, manipulatieve strategieën in elkaar steken. Ja. Uh, um, je begint ook met een Bijbeltekst. Dat vond ik ook wel. Uh, ik vond het bijzonder en gewaagd. Ezekiel uh, e ja. 33:6. Ja. The Watcher on the Wall. Uh, ja. Wel bekend bij de Bijbelkenners, maar dat, je, ja. dat het belangrijk is dat als je mensen kunt waarschuwen. Dat je dat ook doet. Ja. Want als je dat niet doet, dan uh, ben jij Dan valt daar blad vol on your hands of zoiets. Maar dan ja. is het jouw schuld. Ja. En anders is het een eigen schuld als je ja. niet luistert. Ja, ja, dus als je dus... in staat bent om te ja. waarschuwen omdat je onheil ziet naderen ja. en, en, je, en je, je laat het na, ja. dan ben je in ieder geval op zijn minst medeplichtig of medeschuldig. Ja. En eigenlijk de portée van het stuk is. Um, dat wij, en dan draai ik het eigenlijk, probeer ik het direct weer positief te draaien, mm -hmm. um, wij zitten zo als loszand aan elkaar. Wij wie, wie zijn wij? De, noem het maar even, de, de, de alternatieve geluiden, ja. en de, de mensen met een andere mening en de mensen die, die nog wel eens tegen het... Mensen die complotdenkers genoemd worden. Exact. Nou. En terwijl onze tegenstander is georganiseerd in zogenaamde, wat dat betreft ben ik voorstander van tanks, meer tanks, denktanks. Denktanks, ja. Dus wat wij niet hebben, zijn denktanks. Ja. En we hebben geen professionele vormen van het doorrekenen, en doorkijken van scenario's. Het herkennen van bepaalde dingen en daarop anticiperen in een langere lijn bestaat in ene male niet. Nee. Misschien wel in een politieke partij uh, dat, dat die dat hebben in een soort van uh, setting, maar daar weet ik dan niks van. Uh, maar onze tegenstander het World Economic Forum noem maar even, of de Verenigde Naties, of de Atlantic Council, of noem ze maar op. Die zijn allemaal georganiseerd, die hebben allemaal hun beste breinen bij elkaar gezet, ja. en die zijn de hele dag alleen maar bezig met te kijken van wat doen we over een jaar, wat doen we over twee jaar, wat doen we over tien jaar, wat doen we over honderd jaar, ja. en dan maken ze vertakkingen en dan werken ze die scenario's uit. Als je wat dat betreft is Twitter mijn denktank, maar op het moment dat je dus een scenario uitwerkt wat niet gewenst is, of zo, ja, krijg je, word je direct gecanceld, krijg je lid ah. op de neus of whatever. Ah, ah. Omdat iedereen, ja, dat willen we niet, willen we niet over nadenken, ah. weet je wel. Dus als, ik, als ik het goed zou zeggen, eigenlijk van, de, uh, onze vijand is goed in het bedenken van strategieën. Exact. Wij houden ons alleen bezig met het ontmaskeren, maar wij hebben geen eigen strategieën. Exact. Ja. Wij reageren. Ja, wij reageren. Dus wij reageren. Ja. Terwijl je vaak al heel vroeg van tevoren aan kan zien komen dat iets kan Gaan gebeuren. Ik noem even een voorbeeld wat niet in het stuk staat: de Rijkswegbezetting bij de Schoen. Ja. Daar zit ING al lang niet meer. Net als dat de bezetting van de A12. Volgens mij heeft dat gewoon regelrecht te maken met, uh, met 15-minute cities en met het mensen conditioneren dat ze, wen, dat ze wennen aan het lukraak afsluiten van wegen. Ja. Je zag het al bij de wees per zijde vorig jaar in Amsterdam. Dat is een succes geweest... want die Amsterdammers die zijn tegenwoordig... Sowieso, zo lam als ik weet niet wat. Dus die, die zeggen niks. Dus ze gaan nu een... volgens mij gaan ze nu een ring groter. Ja. En wij gaan straks in de zomer... als dat gebeurt, gaan we zeggen... ja, maar dat is een schande, want de hele weg is afgesloten. Ja. Terwijl we nu al moeten zeggen... oh, die weg wordt nu afgesloten... omdat dat over een jaar institutioneel wordt. Wat gaan we daartegen doen? Ja, maar, inderdaad. Maar, nou ja, goed. Maar, je, 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 kan nou, de, nou, ik wil, wil er we een vraag even. over stellen. Want, want uh, als ik me nou verplaats in de, <coughs> zeg maar een beetje de neutrale kijker, ja. die zegt nou: waar je eigenlijk van uitgaat, hè, is dat er mensen zijn die dus hebben allerlei plannen en strategieën. Maar ja. wat hebben ze daarmee voor? Want de suggestie die je wekt is dat ze hebben kwaad. Willende intenties. He, dat is overigens de, de AIVD, definieert complotdenken. Ja. Uh, de, de, dat dat de, met het idee dat er dus mensen zijn die complotten smeden, maar die daar ook kwaadwillende bedoelingen bij hebben. Maar ja, ja. En, ja. En, nou, ik, ik wil dat gewoon vragen ja. aan Jan. Ja, want je w, 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 waarom zouden. Ik denk dat heel veel mensen denken: ja, maar de, de meeste mensen hebben toch niet kwade bedoelingen? Nou, als je op. Ik heb zelf zoiets, als jij nu nog, als je ziet wat er om ons heen gebeurt, mm -hmm. denkt dat dit allemaal met de beste bedoelingen voor de mensen, zoals we, jij en ik hier op straat, ons gezinnetje, onze kinderen op school in de week van de lentekriebels, Als je nu nog denkt dat er geen hogere plannen top-down vanaf de Verenigde Naties, de WHO en vanaf het WEF uh, op ons worden afgevuurd om ons tot bepaalde... ...dingen te dwingen of een bepaald... ...keurslijf te dwingen waar we eigenlijk niet in willen... ...ja, dan ben je goed blind. Hmm. Ja, dus ik, ik zie uh, die... ...ik zie... ...ik heb zelf dat met die, met die kwade intenties... ...ik denk helemaal niet aan intenties... Zij, ...zij bedoelen het hartstikke goed. Die mensen van het... ...van de Verenigde Naties en het WEF... ...en... Uh, ...maar ook Honneker... ...en ook Himmler bedoelden het hartstikke goed... In hun eigen hoofd, hmm. in hun eigen strategie, in hun eigen computerprogramma wat ze in hun hoofd hadden. Dus je moet zo helemaal niet denken. Oh, nee. en, en, en dat, dat met kwade intenties, volgens mij doen de diensten dat scheutje azijn bij het water. om te kunnen rechtvaardigen. om mensen zoals ik beter in de gaten te houden. Ja. te kunnen nee. kijken wat ze schrijven, wat ze hebben, whatever. Ja. We, we, we hebben maar, het nou over complot, hè. eventjes uh, voor de duidelijkheid. Het, het hele woord complot heeft al een connotatie gekregen, mm -hmm. hè, waardoor mensen het al afwijzen als onzin. Uh, zoals ik net zei, een complotdenker, uh, die wordt beschouwd. Bij het woord roept het al een beeld op ja. van een verslagen krankzinnige. En bij het, uh, bij het woord complot wordt gelijk gedacht aan een waandenkbeeld. Maar even kort, wat is de definitie van een complot? Nou, een complot is een verzameling van meer dan één personen die anderen tot een, tot, een verandering, die, die tot een verandering willen leiden. Ja. Uh, bij andere mensen. Dus ik kom uit het reclamevak. Ik heb 33 jaar, 35. Ik ben nu een beetje geëxcommuniceerd. Ik heb mezelf ook volstrekt onmogelijk gemaakt. Dus dat neem ik ook niemand kwalijk. Uh, ik werk te veel voor overheden en, en, en grote bedrijven en dat soort dingen. Ik begrijp best dat ze mij niet meer uh, inhuren. Dat vergeef ik ze direct. Maar elke campagne die we maakten is een complot. Dat is namelijk gewoon twee, twee jongens in een kamertje die gebriefd worden van. Hoe gaan we tante Truus aan de machi helpen? Of ja. hoe gaan wij mensen de euro verkopen? Ja. Of, ja. Uh, nou ja, het is, het, zodra, is het. zodra er ergens een belang ontstaat en er zijn twee of meer mensen die dat belang delen, dan ja. zullen de plannen gemaakt worden om het, ja, uh, om het te realiseren. Natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat lijkt, me, lijkt me logisch. En het is natuurlijk ook een stuk handiger, omdat op een uh, op een verhulde manier te doen dan ja. op een openlijke manier. Ja. Dus als, als je, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Sorry dat ik even iets langer nee, nee, pak, Maar uh, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, mensen die geloven dat complotten niet bestaan. die gaan ervan uit dat iedereen altijd open en eerlijk is. Ja, maar het zijn hele gemakzuchtige mensen. Met een ja, heel beperkt. Ja, het is een heel vlak, een heel vlak ja. wereldbeeld. Ja. Ja. Want het, com het complotdenken. dat is genoeglijk bekend is door de CIA. volgens mij in de tijd van de Vietnamoorlog is dat bedacht. ...om mensen met één grote pennenstreek weg te kunnen zetten. Ja. Dus ik heb zoiets van, net als kwalificaties als uh, ultra-rechts of antisemiet ja. of, of dat soort dingen... ...flikker het gewoon, ja. gewoon uh, accepteer gewoon dat je een complotdenker bent of een wappie of whatever. Ja. Wat boeit het verder? Ja. Trek je er niks van aan, trek je eigen plan. Ja, ja. ja wat, ja, ja. Die, wat, die, wat die, jij noemt belangen hè, en wat die intenties betreft... ...kijk, uh, wat de intenties ook mogen zijn van de machthebbers... Hè, uh, het, het, wat ze doen komt ook altijd precies van pas met hun belangen. Ja. Ze ja. doen nooit iets waardoor hun ja. macht minder wordt, ja. of hun status minder wordt, of hun financiële positie slechter Logisch, wordt. Natuurlijk, dus ja. zolang dat het geval ja. is, denk ik dat je er vanuit kunt gaan. Ja. Dat je, uh, ja. Uh, Arfwanen moet blijven. Ja, maar ja. jouw vraag: wat is kwaadaardig? Hè? Wat, wat voor de een, hm. uh, uh, ja. uh, uh, een uh, nastreefbaar belang is, uh, kan voor de ander ontzettend nadelig zijn. Ja. Ja. En we hebben ja. hier over, uh, uh, we hebben over Machtsverhoudingen. Machtsverhoudingen gaan altijd uh, over een kleine groep die het over een grote groep te zeggen heeft, ja. uh, die dus uh, niet alleen uh, een ander belang heeft. Dan die grote groep, maar ook in de gelegenheid is vanwege de ja. macht die ze hebben om, om dat belang te behartigen. Beter dan Precies. de groep waarover de macht wordt uitgeoefend. Precies. En uh, of het nou goedaardig of kwaadaardig is, daar kunnen natuurlijk de meningen over uiteenlopen. Maar het is in ieder geval verschillend. Het belang is verschillend. Ex exact. Uh, ja, want het belang van machtigen en rijken is ja, meer macht en meer rijkdom. Ja. En dat betekent dus dat er voor de anderen minder macht, dus minder vrijheid, meer onvrijheid ja. en meer armoede overblijft. Dat lijkt me vrij logisch. Ja. En het excuus verzin je vanzelf wel. Ja. Nou, meer natuur. Of um, ja, uh, minder vervuiling. Ja. Of whatever. Dus het is inderdaad... Het heeft niet zozeer te maken met goed en kwaad. Want dat, betaal, dat, dat bepaalt ons lieve heer wel. Of Allah <laughs> of weet ik veel wat. Maar, maar, maar goed en kwaad. ja. Voor de, voor de communisten... Voor Lenin was goed iets totaal anders. Als voor jou. Mm, ja. Weet je wel? Ja. En... Zo, ja, ik kan me best goed voorstellen dat de macht vanuit. de machtshebbers op dit moment. naar ons programma kijken van als, 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 als epigonen van, van het kwaad. Mensen met een grote bek die zich niet houden aan de regels. Er zijn dwarsregels voor hun ja, plannen. Ja. En de, dingen durven te zeggen die ze liever niet willen horen. Ja. Weet je wel? En dat maakt het juist, dat je juist. dat zoveel mogelijk moet doen. Dat is ook iets wat ik, wat ik schrijf in dat, in dat stuk is. Ik denk dat er heel veel invloed is door dwarsdenkers. Ik denk, dat, denk dat, ze ons, dat ze ons ook nog best wel respecteren. Maar dat ze gewoon kijken van... Hey, hoeveel van wat wij bedenken komt door in de maatschappij. Ja, we zijn een soort testcase voor ze. Exact. Dus ja. ze kijken gewoon van... Hey, hoe valt iemand ja. uh, dat Rutte naar de NATO gaat? Dat doe ik al drie jaar, weet je wel. Uh, hoe valt dat in de maatschappij? Ja. Weet je wel? En, en daar aan de hand sturen ze bij en sturen ze door. Wij hebben daar een functie in. Ja. Ja. ja dus, en, en ik, ja, ik ga een herhaling vallen. Doe ik maar één keer deze uitzending. Maar <laughs> uh, we moeten dus, het, dus een oproep aan mensen als uh, misschien wel Thierry Baudet of, of andere mensen met, die, die de mogelijkheid hebben om dat te organiseren. Organiseer een denktank. Ja. Dat kan gewoon heel gezellig zijn met bitterballen ja. of zo. Maar... maar Reken het is door allemaal. Ga eens wat verder kijken. Ja. Dan oh, er zijn weer lentekriebels. Oh, schande. Uh, je poepgaatje. Dit en dat. Da ja. gaat het, het gaat om dat je voor volgend jaar scherp hebt. Ja. Hoe je ermee oh, omgaat. Wij, wij, wij hadden het al op daar weet je nog dat we het op de agenda hadden staan dat we in een denktank zouden gaan. Ja, ja, dat ben zeker. ik een jaar geleden. Dus ik zeker, denk dat we dat ja, zeker, zeker steeds, een keer moeten uh, doen. Ik ben ja, 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 Dus, dat dus moeten we zeker een keer doen. Ja. En ik, 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 met alle respect voor FVD, ik denk dat we dat juist los. Nee, nee, ik bedoel, we dat moeten het de... juist loskoppelen. Ja. Hè? Prima, wat zij doen, dat, dat, ja. uh, dat, daar heb ik geen problemen mee. Oh, ik denk ook dat je, uh, wil je een, een effectieve denktank opzetten, dan moet je het losmaken van alle andere ja. zaken. Dan moet je werkelijk heel gericht uh, denken uh, zonder uh, de beperkingen die bijvoorbeeld de politieke partijen. Uh, ja. uh, maar je hebt, helemaal, je hebt helemaal gelijk, ik dacht alleen aan de eerste, ja. de beste. Iemand met heel veel vrienden die goed kunnen nadenken. Ja, je wel, en dat kan nee, maar je ja. kunt de personen natuurlijk wel uh, uh, ja, meenemen ja. in je denktank. Maar dan niet vanuit hun uh, positie als vertegenwoordiger van een bepaalde exact. politieke ja, stroming. Ja. Dat, uh, dat is denk ik toch iets anders. Bovendien, jij ja. ja, 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 weet dat uit ervaring. Ik bedoel, je schrijft ook in je artikel, ik heb in het verleden, uh, je hebt in het verleden ook deelgenomen ja. aan dit soort denktank. Ik heb je ja, weet, heel veel complotten uh, meegemaakt. Uh, ja, nou ja, wij noemen het dus bij deze complotten. Noem er eens een paar. Uh, nou, ik heb ja. geholpen de euro te introduceren, ja. uh, zet de knop om tegen het broeikasgas was, uh, was mijn, mijn zinnetje. Kennis? Zet de knop om tegen het broeikasgas, ja, die, is weer, uh, wel, die, is, die is nu weer uh, hip, ja. uh, 26 hoe, jaar later. Hoe, hoe, hoe ja. ging zo'n eurocampagne? Uh, zo'n eurocampagne, ja, ik noem dus geen namen en ook geen bureaus, uh, want dat vind ik niet kies, mm -hmm. dat, dat doe ik niet. Maar dat is dus een heel erg voorzichtig proces. Waarbij uh, een heel erg gestructureerd en voorzichtig proces waarin over een periode van jaren uh, langzaam maar zeker iets totaal uh, earth shattering als een voldongen feit wordt gebracht. Ik, ik, ik had altijd het gevoel bij die campagne dat je dus een soort Boeing hebt die hey langzaam, ja. heel langzaam zo, tjik, tjik, zo op, die, ja. op die landingsbaan. En dan doorrijden en dan aan de gate en dan stapt iedereen uit en dan heb je de euro. Ja. Ja. En zo is het, en nou, geduldig en geduldig. Zorgvuldig en geduldig, ja. En, en inderdaad continu monitoren. van wat zijn de reacties? Ja. En vooral niks beloven waar je aan opgehangen kan worden. Uh, het, de thema's in... Ik heb hem niet bedacht, overigens. Ik, uh, maar de euro wordt van ons allemaal. Dus de mooiste gemeenplaats natuurlijk die er ooit bedacht is. Weet je. De euro wordt Als, van ons allemaal. Alsof de gulden dat niet was. Ja. Nee, maar, ja. Gewoon, ja. maar op dat moment ben je al ge gehypnotiseerd door dat zinnetje. Ja. ja. Van, oh. oh, dat is dus zo. Oké, okay. maar het is inhoudsloos. Dat je, het is een dat je in de, de tussentijd gewoon ja. bestolen wordt, ja. Ja, dat, maar dat dringt helemaal niet tot je door. Wat kun je doen als je daar tegenin wilt gaan? Want ik, ik weet nog in, in die tijd, want uh, ik was natuurlijk al kritisch in die tijd... en wat wij dan zeiden, ja, een euro is twee gulden twintig. Weet je, ja. je moet alles met twee gulden ja. twintig blijven vermenigvuldigen. Ja, ja. Maar ja, dat is heel snel, ja, dat is, is dat weer vergezakt. Nou, dat gaat dus niet werken. Nee. Maar het enige wat werkt in zo'n geval... Is, uh, is uh, zeggen: de euro wordt niet van ons allemaal. Dus je moet altijd spiegelen. De, de, mm. de macht moet je altijd spiegelen. Dus uh, wordt de euro van ons allemaal? Nee, de euro wordt niet van ons allemaal. Dan maak je net zo'n grote campagne. Met de euro wordt niet van ons allemaal. Dus dan word je, maak je ze helemaal gek. Ja, dat is goed. Ja. ja. En uh, dat is hetzelfde bijvoorbeeld. Dat had ik tijdens die COVID-periode. Heb ik bij wat organisaties ook gepitcht. Als ze straks weer gaan beginnen met die, met die, met die pers. Uh, Conferenties met dat gekke wijf, wat, ja, die ja, rare handen. Ja, ja. Doe exact hetzelfde. Ja. Doe exact hetzelfde. Hetzelfde eruit, met hetzelfde look en dezelfde club pak pak pakken. Ja. Internetuitzendingen zijn tegenwoordig net zo groot als televisieuitzendingen. Ja, je hebt maakt. je eigen journalisten, je hebt je eigen doventolk, je zet twee mensen neer en je laat gewoon vragen stellen. Ja. Ik garandeer je, ze worden hele, mm. helemaal gek. Ja. Spiegelen is het beste wat je kan doen. Ja, ja, ja. Hebben we te weinig humor? Uh, nou, we zijn vooral. Uh, ik, ik, wil iets, ik denk dat er genoeg humor is, maar het is vooral galgenhumor. En waar je naartoe moet, wil je iets van een pakje boter slaan tegenover de krachten die nu werken? Uh, want laten we wel wezen, ze slopen zichzelf. Wij slopen hen niet, zij slopen zichzelf. En daar doen we dan, maken we dan goede sier mee, maar ze maken zichzelf kapot. Maar als je iets positiefs er tegenover wil stellen. Ga dan bouwen. Wat jij doet met de krant, wat jij doet met dit programma, ga dan dingen maken. En ook buiten de media. En dan heb ik het over dingen maken. Dus dingen doen, dingen bouwen, dingen neerzetten, uh, uh, positieve dingen doen. In, in de zin van een soort van, van dat daar een nieuwe parallelle uh, samenleving uit ontstaat. Nou ja, dat is natuurlijk ook al zo'n term die beladen is. Nou ja, goed. Begin zelf een kerk, begin zelf een boerderij, begin. Zelf een, een, een community center. Mm. Uh, begin zelf een ziekenhuis. Um, en het is fucking moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om dat te doen. Ja. Maar er zijn zoveel uh, mensen met een goed stel hersenen die dat kunnen. Dat ik vind het heel erg zonde dat, dat inderdaad. Ja, ik ga niet weer die politieke partij noemen. Maar er is maar één iemand die dat echt probeert te doen. Mm -hmm. En ik heb zoiets, dat zou maatschappelijk. Ook vanuit kerken en vanuit geno genootschappen en vanuit vriendenclubs. En dat je gewoon dingen ernaast zet. Er is niet, niet zo dat de AIVD en de, de MIVD en zo daar zo ongelooflijk op hameren dat ze dat absoluut niet willen. Ja. Ik, ik merk ook aan de communicatie uh, vanuit uh, zeg maar de gevestigde orde dat die uh, soms opzettelijk lijken uh, ons uh, over de rooien te krijgen. Ons uh, kwaad te maken, ja. uh, zodat we onze tijd en energie verdoen met, uh, met het uiten van misnoegen nou. in plaats van zelf iets te ondernemen. Zal ik je het, zal ik je het ezelbruggetje noemen? Nou. Op het moment dat je ja maar hoort, mm -hmm. weet je dat je op de verkeerde weg zit. Nou. De ja maar zegger heeft altijd ongelijk gaat altijd de bietenbrug op. Dan ben je namelijk gewoon altijd een slag te laat in het kaartspel. Ja, je bent reactief. In het... Ja, maar het is niet zo. Ja, maar het is heel anders. Ja, maar... Dus nou. je moet zelf het initiatief pakken. Laat hen maar reageren. Ja. Nou ja, maar dat is wel iets wat ik inderdaad wel zie. Hè, van de afgelopen... We zijn al vier jaar mm -hmm. onderweg, zeg maar. Vanaf het, ja. vanaf het startschot in uh, ik... voorjaar uh, 20. Uh, dat de, de zogenaamde verzetsbeweging vooral geleid wordt door, uh, ja, door, door ongenoegen, door boosheid, ja. door uh, uh, dit kan toch niet en het mag toch niet. Nou ja, weet je, aanvaard het, het gebeurt gewoon en het is een situatie. En je, je zult er iets mee uh, ja. kunnen of moeten. Ma ja. ma mag ik jou nog een andere vraag stellen? Kijk, we constateren, hè, er, zijn, er zijn allerlei uh, krachten actief. Het uh, militair-industrieel complex kun je noemen, Big Pharma, uh, de, 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 de Bankiers, World Economic Forum, dat, dat weten we. Hoe machtig zijn deze partijen nou? Wat is jouw inschatting? Want, want ik denk bij veel mensen heerst er ook het gevoel van we kunnen er toch niks aan doen, want, want, want ze, ze beheersen alles en. Wat je beschrijft is het Prisoners Dilemma. Mm -hmm. Dus gewoon van, uh, ja, in principe ben je met veel meer. Mm -hmm. nou, en zij zitten in dat panopticon. Hè? Ik zeg altijd: ze hebben geen liefde en geen leger. Daarom gaat het ook niet lukken. Dit. Wat ze gaan doen gaat niet lukken, maar ze kunnen wel alles slopen. Dus, maar ze hebben geen liefde en ze hebben geen leger. Je kunt zeggen wat je wil van de naties, maar er stond iedereen wel. Die meisjes die, die kregen, die werden helemaal blij van oom uh, van Hitler. En zonder hem met bloemen te gooien en zo. Nou, dat doen ze echt niet voor Rutte, een uh, kartonnen pop op straat. Hier, weet nee, wel? Nee. Dus ik bedoel, ze hebben geen liefde en ze hebben ook geen leger. Misschien gaan ze die nu krijgen met, met al die uh, mensen ja, die ja, ze hier naartoe ja. halen. Maar die gaan ook voor de eerste hoge bieden weer weg. Mm -hmm. uh, nu ben ik je vraag kwijt. Mijn vraag was van hoe, hoe machtig zijn ze? Maar ik, ik, ik ze wil er zijn... ook wel op inhaken. Maar, ja, maar want... Ze zijn heel bang. Ze zijn heel erg ja. bang voor organisatie en vereniging. Daar zijn ze als de dood voor. Uh, want we zijn natuurlijk... Ja, net als in de riddertijd. Wij zijn met 95% horigen. En, en, en hier en daar een burger. En, en zij zitten in dat kasteel. Uh, of ja. in, die, in, die, in die nucleaire bunker. En ze zijn als de dood. Ja. Zeker ik, nu het niet zo snel gaat als ze willen. Zo. Ja. Nee, nee. Want omdat, ik, ik fietste toen ik hier naartoe kwam. Uh, langs een kinderspeelplaats. Ja. En dan zie je alleen maar blije, leuke kinderen spelen. En huppelen. Ja. Weet je? Dus. Uh, 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 hoezo kom je vandaar. Na een, een, naar oorlog. En, en bommen. En Gaza. En Oekraïne. En noem maar op. Dat, dat, dat is het blijft iets onvoorstelbaars natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh, en ik vind sowieso, maar kinderen moet je natuurlijk sowieso hun zoveel mogelijk, dat, zeker sinds die COVID tijd. Nog meer van overtuigd van laat kinderen in godsnaam met rust ja. en realiteit hebben. Wat ik bedoel, het gaat niet van die kinderen uit. Het gaat niet van de mensen zelf uit. Wat, wat er, wat er nou ja, dan kom je toch weer bij de, bij de verhulde manipulatiestrategieën. Ja. Ja. waar ze het uiteindelijk van moeten hebben. Uiteindelijk moeten ze het hebben van onze medewerking. Ja. Uh, waarvan uh, veel mensen geloven dat het min of meer op vrijwillige basis is. maar de uh, meeste mensen hebben niet in de gaten hoe krachtig die manipulatie uh, is. Uh, ja. waardoor ze zich laten verleiden tot het steunen van zaken of zelfs het doen van dingen bijvoorbeeld hun kinderen naar, straks naar het front in Oekraïne te sturen ja. uh, een van de, van, van de meest afschuwelijke ja. dingen waarop op dit moment op aangestuurd wordt uh, in de overtuiging dit vrijwillig te doen ja, dat of, klopt. Of, of dat ze daarmee iets goed doen het idee daarmee iets goed maar, te doen de, de, inderdaad door allebei jullie, ja. jullie dingen uh, mensen hebben geen alternatief, zien geen alternatief. Dus op het moment dat jij iets positiefs... een positief alternatief biedt... wat zij, wat zij herkennen... dus niet iets wat zij abject vinden... of waar ze moeite mee hebben... of whatever, maar gewoon iets wat spiegelt. Ja. Van, je hebt deze kerk... met een regenboogvlag... En, uh, en, en een training voorlijstuur... en je hebt deze kerk... die een Latijnse dienst geeft... en daarna een orthodoxe dienst geeft... en daarna een... Katholieke dienst geeft, whatever. Dan hebben mensen hey, het zit, zit al een keuze. Uh, er zitten allebei een haantje op, uh, voordeur in, allebei een aardige meneer over de deur. Waar kies ik voor? Ja. Wij, er is geen keuze. Dus die mensen, zolang mensen geen keuze hebben, zullen ze gewoon altijd het pad van de minste weerstand kiezen. Ja. Dus je moet, ze een, je moet ze een alternatief bieden. Nou, je ziet dat niet alleen uh, als het gaat om vrijwillige keuze, maar ook als het gaat om autoriteit, is mij opgevallen. Mm -hmm. uh, heel veel mensen hebben, hebben simpelweg behoefte aan instructies. Ja, natuurlijk. Ze hebben behoefte aan regelgeving, aan uh, mensen die zij als autoriteit beschouwen en die ze vertellen wat ze het beste kunnen doen. Of ja. Wat ze zouden moeten doen. Uh, en uh, in de verzetsbeweging ligt dat nogal gevoelig, omdat uh, die verzetsbeweging... Per definitie, als het geen verzetsbeweging uh, zich uh, niet <laughs> zoveel gelegen laten liggen aan, ja. uh, aan autoriteit. Maar we vergeten daarbij dat als wij uh, een bepaald volume willen krijgen, een bepaald gewicht uh, willen krijgen in de samenleving, dat ook wij uh, mensen moeten instrueren. Exact. Mm -hmm. En dat gaat dus, gaat dus niet alleen, dat gaat ook om beeldtaal en dat gaat ook om teksten en dat gaat ook om uitstraling. Dat mensen denken: oh ja. Oh, maar als ik, ik kan dat doen, maar ik kan ook dat doen. Wat kost het me? Ja. Weinig verschil? Oh, nou, doe ik ja, dit. Ja. Je ziet dat in de geschiedenis ook veel terug. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, nou, tijdens de industriële revolutie, zo rond het midden van de 19e eeuw, kwamen de eerste vakbonden op. En toen leefden de, de arbeiders al decennia lang in afschuwelijke uh, ja. uh, werkomstandigheden. En uh, de baas die zei gewoon van als je maandag staakt, dan ontsla ik je. En ja, dan kun je je gezin helemaal niet meer niet meer onderhouden. Ja. Pas met de opkomst van uh, de vakbonden toen ja. iemand zei: Ik ben vakbond, ik ben jullie leider, jullie gaan maandag zaken. Ja. Toen kwam er iets van: Ja, maar we gaan, we gaan gewoon we gaan vandaag, geef me een hand, Ga gaan gewoon volgende week een vakbond oprichten. <laughs> nou, klaar. Ja. Heb je een vakbond? Nou, met, dit, met dit idee ben ik al uh, uh, drie of vier, drieënhalf jaar geleden rondgegaan rond alle zeg maar. Uh, uh, kopstukken van het, uh, van het, uh, het verzet. Maar nou, het niet is bij heel moeilijk. Niet, niet bij jou, maar ik ken jou nog ja. niet uh, persoonlijk. Maar misschien ja. kunnen we het nou gewoon gaan regelen, uh, Jan. Dan komt uh, een vakbond. Iedereen vond het een goed idee. Uh, ja. Alleen daar bleef het dan bij. Ja, maar dat is het probleem. Ja. Het is allemaal gelul. En dan hoop gevoeter. En uiteindelijk gebeurt er geen hol ja. Dus gewoon. Uh, uh, begin een vakbond. Ik word er direct blij van. Hm. Wat het, uh, mijn, we die, hebben een hele carrière opgebouwd. Anders krijg ik uh, Sander op mijn dak We hebben de Vereniging van Vrije Journalisten. Dat is een, ja. een vakbond, natuurlijk. Ja, maar dat, dat ja. gaat. Het uh, dat dat, gaat, gaat, echt... moet naar een vakbond toe gaan. Want het is, het is nog een vereniging, maar het moet. Uh, het ja, een, een maar vakbond. wat je nodig hebt is een. Is een, uh, een uh, uh, iets dat gezien wordt als een autoriteit... waarvan mensen bereid zijn instructies te aanvaarden. En uh, uh, voor journalisten is het natuurlijk prima... om meer journalisten uh, bij je te uh, krijgen... maar het adresseert niet uh, de bevolking. Nee, nee. Daarom is het zo belangrijk... Jij zegt vereniging. Jij zegt vakbond. Vakbond is beter. Want vereniging, dat is lekker... Zwemmen met elkaar of je de boelen of whatever. En een vakbond is gewoon, ja, dat ken ik van mijn opa. Weet je wel, die heeft daar zijn rechten toen uh, aan. Uh, toen kon hij meelopen, toen kreeg hij meer geld en dan gingen ze staken. Er zit direct een wereld achter. Woorden zijn zo ontzettend belangrijk. Er zit belangrijk. autoriteit achter. Woorden zijn zo belangrijk. Build back better. Ja. ja. Moet je kijken wat een impact dat die woordjes ja, hebben. Weet je. Ja, 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 ja. We hebben het hier maar natuurlijk ook over, ja. over aantallen uh, mensen. Hè? Daar heb je, had jij het net ook al over. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben grote aantallen mensen die zich gemakkelijk laten manipuleren om mee te gaan uh, met de ontwikkelingen die de, de manipulator uh, wil. Uh, ja, we hebben het hier natuurlijk ook over aantallen uh, mensen, niet alleen uh, in de samenleving, maar ook in die hele manipulatiestructuur waar jij dus ook deel van uit hebt gemaakt. Uh, heb je ook allerlei medewerkers die hier gewoon aan, aan meedoen. Uh, ja. uh, jij hebt dat uit ervaring uh, meegemaakt. Uh, ik krijg heel vaak de vraag van hoe is het mogelijk dat al deze mensen zich voor dat karretje laten spannen? Ja. Uh, hoe is het mogelijk? Nou. Toen ik in de reclame begon, was reclame het meest populair, de meest populaire baan waar iedereen in wilde werken. Ja. Ik was ook een van de zoveel honderd die bij toenmalig FAV BBDO stage mocht gaan lopen. En daarna word je groter en groter. En reclame was, ja, dat was Petje Pietamintje en dat was De Zwaan van KLM en dat soort dingen. Ja. Dat was een, een soort kunstvorm ook. En uh, ja, je wordt toch een soort tovenaar. Je wordt dus een tovenaarsleerling. En langzamerhand word je zelf een tovenaar. Want er is niks mooier. dan mensen, dan mensen hun, uh, hun gedrag beïnvloeden. Het ja. is dus echt te gek om te doen. Machtsgevoel? Absoluut. Ja. En Zeker als je een jong iemand bent. Ja. is het fantastisch om mensen. bepaalde dingen te laten kopen. bepaalde dingen te laten doen. bepaalde dingen te laten laten. Uh, en het is ontzettend leuk om met directies en met. ...met heftige mensen te mogen sparren. Ja. Dat, dat vond ik echt, echt ook een van de gaafste dingen die daartussen zaten. En natuurlijk denk je helemaal niet na over... Uh, ...ja, dat is eigenlijk uh, niet goed, in magie zit te veel zout... ...of, uh, uh, of ja, vliegtuigen zijn slecht. Do of door de lol die je erin hebt vervaart je <laughs> ja. de morele grenzen. Zeg ik dat goed? Nou, nah, in die tijd speelde dat helemaal niet nee. zo. <kwijls> Het is voor mij pas... Uh, Precair geworden toen, met, 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 met COVID, dacht ik van ja, dat ga ik echt niet doen. Krijgt tering, maar dat, al krijg ik een ton, die ga ik niet aan meewerken, weet je wel. Maar voor die tijd kon je bij mij bij alles, met alles terecht. Drank, sigaretten, wapens, zit er niks. Omdat ik had zoiets van ja, uh, reclame mensen zijn een soort advocaten. Uh, iedereen heeft recht op een goede advocaat. Iedereen heeft recht op een goede reclameman. Ja. Dat was eigenlijk het smoesje waar ik me dan. Uh, ja, ja. Uh, en ik, ik ben nog steeds reclameman. Je kunt me nog steeds gewoon inhuren hoor. Geen enkel probleem. Okay. Alleen ik, ja. doe, ik doe wel alleen nog maar dingen die, die niet uh, verderfelijk zijn. Ja. Ja. Jan heeft ons ook geholpen. Hè? Ook een beetje met de verandering van de vormgeving okay. van de krant. En uh, de slogan die er boven staat, volgens mij ook van jou. Uh, ja, want er is meer ja. aan de hand. Ja. Ja, nee, is voor ja. Mij. Ja. Ja. Heeft hij ook bedacht. Ja, er is veel, er is inderdaad veel meer aan de hand ja, ja, ja. Dan, in ieder geval veel meer dan de reguliere media ons ja. willen vertellen. Ja. En, uh, maar het is een vraag die ik inderdaad heel vaak gekregen heb. En niet, vaak, niet alleen een vraag, het is ook een stelling van veel mensen. Want als het waar is wat jullie zeggen, dat dit, uh, hè, dat dit uh, allemaal door de, uh, door de lagen van de politiek en de media, ja, dan zouden al die mensen zouden ingewijd moeten zijn in het complot. Ja, dat zijn, ze ook. <laughs> dat zijn ze ook. Maar ik denk dat de meeste uh, mensen zich gewoon bezighouden met hun eigen taakgebied en daar lol in proberen te hebben of daar carrière in proberen te maken, uh, zonder uh, het grotere beeld. Van wat hier geschreven wordt. Absoluut te zien. niet met je eens. Nee. Je nee. vindt dat het alweer. Die... Er zijn gigantische complotten. Ah. COVID is een gigantisch complot. Ah. Daar zitten miljoenen mensen in dat complot. Daar ben maar ik maar... echt van overtuigd. En niemand. Ja, er zijn, wel, er zijn wel mensen die dan uit de boot springen. Maar die worden dan in de media naar buiten gelaten, die ja, worden, dat, dat, worden of, of dat vermoord. Dat is natuurlijk teken, tegenstrijdig. Met miljoenen mensen kun je niet in een complot zitten. Dat, dat is, uh, dat, dat is nee. moeilijk voor mensen te nee, begrijpen. Nee, maar daar ben ik het ook niet, niet, niet mee eens. Maar ik ook, maar, wel, nee, nee, maar goed, je, je, je bedoelt: ergens zijn ze zich van bewust dat er iets. Ze doen aan iets mee wat niet duurt. Daar zijn ze zich ergens van bewust. Dat is, ja. wat, dat, ja, dat is wat anders dan in, in het complot zit. Nou, ik heb eens iemand ontmoet die, 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 die zat hoog in de boom in de farmaceutische industrie. Mm -hmm. Uh, en ik heb een leuk gesprek met hem gehad. En uh, ik zeg: Sta je achter je werk? Uh, ja, sta helemaal achter mijn werk. Zeg, maar je weet toch ook wel uh, dat uh, voor zo'n uh, grote industrie waar zoveel geld om gaat. dat er ook wel dingen bedacht worden om stiekem aan klantenbinding te doen. zoals bepaalde bijwerketjes. Ja. Um, ja, zegt hij dat is zo, maar dat gebeurt, in, dat gebeurt bij iedereen zo. En als wij het niet doen. <laughs> ja, als wij niet doen, dan ja. worden wij weggeconcurreerd. En. Ja. en dan komt de volgende. En dan kunnen we ook de goede. Producten voor mensen die me maken. Ja, het ja, is een vergoeilijking. Ja, maar dat is, dus bedenken, is duivel, dat Dan wel. zit de duivel dus aan tafel. Hè? Ja. Op zomaar. Kijk, nog één dingetje over die grote complotten. Kijk nou naar de oorlog in Oekraïne. Ja. Hoe groot het complot is van de mensen die beweren dat Oekraïne daar die oorlog kan winnen. Ja. Dat, dat moeten dat moet, Duizenden mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze, dat ze aan het liegen zijn. Of zouden ze zelf geloven. Is er een mogelijkheid dat ze, ondanks onmogelijk. het feit dat ze weten dat het niet waar is, zichzelf toch laten geloven? Onmogelijk. Jij bent uh, expert op de, in, de, in het bewerken van de psyche van mensen als reclameman. Ja, maar als, als, je, het hebt over, ik, als je het hebt over journalisten en over politici en over uh, beïnvloeders, mensen die stukjes stikken, whatever, hoeveel mensen er wel nog steeds niet volhouden van ja, die oorlog is te winnen of die wordt ja, gewonnen of whatever? Dat, dat zijn niet de mensen die het aansturen. Maar goed, ja, even over... dat, dat is ja. zo. Ja. Maar laat ik zou zeggen, er kunnen gewoon heel veel mensen in een, in een complot zitten... Als, de, als het resultaat van uit de school klappen maar heftig genoeg is. Ja, oké, okay, dus uit angst om geëxcommuniceerd ja. te worden of je baan ja. te verliezen of wat dan ook. Ja. Een, een bepaald verlies ja. als dreiging daartegen. Ja. Dat denk ik hoor. Hey, uh, nou ja, ik vond het in ieder geval een erg leuke insteek. Uh, een andere insteek dan gebruikelijk. Uh, Eigenlijk het belang van complotdenken. Uh, ja, het is heel belangrijk. Heel belangrijk. Uh, je kunt er natuurlijk wel eens naast zitten. Uh, nou ja, was het maar omdat die strategieën die op ons losgelaten allemaal verhuld zijn. Ze, ze vertellen niet openlijk wat ze willen. Ze ja. dus zijn aan ons om er chocola van te maken. Uh, maar een poging is altijd beter dan het niet proberen. Want dan ben je helemaal uh, een gemakkelijke prooi. Ja, Plus, dat zij denken in scenario's. Dus zij denken in uh, tak 1, tak 2, tak 2a, tak 2b. Als je hier, als je bij tak 1 al iets ziet, bijvoorbeeld. Uh, uh, Freule Ollongren wordt de nieuwe minister-president. Wat ik mm -hmm. altijd dacht. Want ineens kregen ze allemaal hele rare interviews. Dus ik dacht, oh, die <coughs> wordt hoog weggezet. Maar die stort in elkaar. Nou. Dus werd het tak 2a, werd het ja, kaag. Plan B worden dan. En daar uh, brak af. Toen werd het. Ja, weet je, dus... Ik bedoel, je kan niet altijd gelijk hebben. Want je ja. zit voor in het traject. Ja, en het, tra het traject kan ja. ook uh, wat andere paden ja. dan gepland uh, ja. volgen. Ja, ja, ja. Jij, jij noemt ook het voorbeeld in jouw stuk. Dat vind ik ook een mooie. Hè? De uitspraak van Maxima. Hè? De, de Nederlander ja. bestaat niet. Daar zit een hele... Daar zit een plan achter. Ja, maar dat ja. heb ja. ik achteraf... Dat Denk weer. Ze wat zegt ze nou? Ja. Ja. Je moet heel erg oppassen als, mensen, als, je, denkt, als je bij belangrijke mensen denkt... Als je belangrijke mensen ziet iets ziet zeggen waarvan je denkt... wat zegt ze nou? Of wat zegt hij nou? Dan moet je enorm opletten. Want daar is heel goed over nagedacht. Dus Berlijn aan de Rijn, New York aan de Noordzee... Tri-State City... Uh, build Back Better... Uh, uh, de, de Nederlander bestaat ja. niet... Uh, koeien laten te veel scheet Jesse Klaver dan laver. weet je gewoon van hier is ja. iets aan de hand ja. Ja. er ja. zit een hele gedachtenwereld achter zo'n uh, zo ja. kleine quote ja. ja. nee. oké okay, nou ik denk dat dat een goed advies is ook uh, voor de ja. lezers uh, van de andere krant um, ja ik wil het een beetje afronden, nou dat wil ik eigenlijk helemaal niet dus ik wil nog uren doorpraten, ja, ik wil ook maar even de, doorpraten maar de tijd is op ja, um, ja um, we willen toch graag de lezers en de kijkers ook van, uh, van de andere tafel iets een beetje een prettig gevoel voor het weekend meegeven. Uh, in de andere kant zit altijd een katern dat die bedoeling heeft. Kan jij er iets ja. uitlichten? Claire? Nou ja, niet alleen een andere katern. Uh, het, het, het is één kant. Kijk, uh, waar ik nog uh, aandacht wil, voor wil vragen, is. Uh, een interview wat we hebben met uh, een senator van de BBB, Erik Kemperman, ja, heb gezien, ja. een, uh, een hele uh, ja, uh, fijne man uh, vond ik het, ik heb persoonlijk het interview gedaan en hij is binnen BBB bezig, uh, hij, hij zorgt ervoor bijvoorbeeld dat alle Eerste Kamerleden iedere week de andere kant in hun postvak hebben, hm. cool. uh, maar op toch op een hele, wij zegt het zelf, op een verbindende manier de vragen te stellen die gesteld moeten worden in deze nieuwe partij. Maar ja. nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En inderdaad, we hebben een, uh, een tweede catering waarin we uh, wel meer ingaan op, 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 uh, op uh, positieve dingen, zeg maar, en, ja. en, en ontspanning, gezondheid en dat soort, uh, dat soort uh, onderwerpen. Een interview met Tijn Tauberg. Uh, en, uh, ik, voor heel veel mensen een bekende uh, romanschrijver. Mm -hmm. uh, ja, ik. Uh, dat, ik ben even de naam van zijn bekendste boek. Kwijt. Time Bender. En, Time Bender uh, hij heeft ja. een deel 2 geschreven. Okay. Time Bender deel 2 is net uit of komt binnenkort uit. En hij ja, de kop zegt het al: hij geeft visies op een mooiere werkelijkheid, op, een, uh, op, op uh, wat we van het leven zouden kunnen maken. Mm -hmm. Dus ja, er is, uh, er is wat dat betreft nog, uh, nog heel veel. Um, ik wil ook nog even zeggen. Uh, toch nog iets over de krant in het algemeen. Als, als, als dat, als dat uh, kan. Uh, kijk, wij, wij zijn bezig. we proberen echt uh, serieuze journalistiek te bedrijven. En. Um, ik, wat, 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 wat er dus op dit moment, wat je veel ziet, hè, mensen zijn actief op sociale media en iedereen is, is daar bezig. En dat is hartstikke goed, daar moet je ook zeker mee doorgaan. Het is niet helemaal hetzelfde als journalistiek. Nee. De journalistiek heeft, dat wil ik eigenlijk zeggen, heeft een, een slechte naam gekregen hè, binnen zeg maar, het verzet. En daardoor denken mensen soms van, we hebben geen journalistiek meer nodig. Mm. Maar ja, kijk, als de gezondheidszorg faalt, wil niet zeggen dat je geen artsen meer nodig hebt we hebben nog steeds goede journalistiek nodig ja, en um, ja ik hoop dat dat, dat dat proberen wij te leveren ik hoop dat dat uh, wordt gewaardeerd en wordt ge, gesteund we hebben ook nog steeds mensen nodig goede uh, uh, goede journalisten zijn uh, welkom om uh, om zich uh, om zich te melden um, dus ja, dat moet dat, 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 dat me even, even van het hart. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik doe... zou het ook even op Twitter zetten, want ik zie op Twitter soms echt zulke talenten langskomen. Ja. Van mensen die, die, die zo scherp en zo goed dingen kunnen onderzoeken. Vaak wel anoniem. Ja. ja. Want vaak werken ze zelf in een hoge toren ergens. Ja, hm. nou laat ze, ja. ja. Laat ze reageren. Graag. Nou, dit mag ik Overigens, dat doet me er even aan denken. Dit was de tweede aflevering van, uh, van De Andere Tafel. De vorige, bij de vorige introductie ja. uh, zei ik uh, dat de andere krant de enige gedrukte Nederlandse krant is waar nog serieuze vrije journalistiek wordt uh, bedreven. Ik kreeg daar veel reacties op van mensen die zeiden: nee, daarnaast bestaat ook nog het, het blad uh, gezond verstand. En natuurlijk bestaat dat, uh, ik, wat, ik schrijf wat, er zelf voor. En natuurlijk ja. wordt ook daar hele serieuze uh, journalistiek uh, bedreven. Uh, alleen het is geen krant, maar een tijdschrift. En, maar nou, het, ik draag het in ieder geval, ik denk jij ook ik weet niet of jij het ook kent, maar zeer, ja, warm, zeer warm hart toe. Zeker en, weten. En, uh, dit wil ik ja. dan nog even gezegd hebben, <laughs> wat goed. ik eigenlijk al eerder wilde zeggen. Maar, uh, dus ja, uh, absoluut, lees niet alleen de andere krant, maar lees ook uh, Gezond Verstand. En als je dit nou een, een interessante uitzending uh, vond, dan raad ik je ook aan om een, om een, uh, om een abonnement uh, te, uh, aan te schaffen op de andere krant. Het is niet duur, je bent goed. Uh, geïnformeerd en je steunt ook het Vrije woord. En uh, daarnaast zou je ook nog kunnen overwegen om een donatie te doen aan, uh, aan Café Weldsmets. Ga gewoon naar de website en kijk wat het je waard is: uh, het Vrije woord en het voortbestaan ervan. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de aandacht en ik hoop dat jullie volgende week weer bij ons zijn. Dankjewel, tot dan.